Hey yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag hebben we jullie een nieuwe episode van de Ronald Speelt Minecraft. En ja, dat is episode 51 en oh mijn god. En ja, vandaag gaan wij, ik denk, wat tierlantijtjes rond het huis doen. Ik had wel in de planning om vandaag iets voor mijn katten en honden te doen. Want wel, die zit hier ook maar gewoon een beetje rond het huis, een beetje te niksen. Dus ja, maar goed, eens even kijken. Ik ben dus terug van vakantie. Er komen nu heel veel video's jullie kant op. Ik ga ook heel hard werken om wat nieuwe dingen te regelen voor jullie. Maar goed, laten we maar eens verder gaan. Dus even kijken, het is echt een hele tijd geleden dat ik Minecraft heb gespeeld. Maar goed, eens even zien. Wat zit hier nog allemaal in voor rotzooi? Ah, dit was die Power One boog die ik speciaal voor de Nether heb gemaakt. Oké, okay, wel, nou, ik neem even wat meloen mee. Ik ben hier nu toch. Dus even kijken, eerst maar eens slapen. Even de deuren dicht doen, zo. Gaan we eens even slapen en ja, dan gaan we maar eens iets voor de honden maken, denk ik, of zo. En nou ja, ik heb maar één kat, dus ik moet maar kijken wat ik voor die kat ga doen. Misschien plaats ik die wel gewoon bij de honden. Who cares? Oh ja, by the way, ik moet hier ook nog ergens een golden apple neer gaan hangen een keer. Dat kunnen we nu eigenlijk wel even gaan doen. Eens even kijken. Gold. Yes, die gold. Eens even kijken. Dan moeten we even een appeltje regelen. Appeltje. Hebben we nog een appel hier? Nee, hier is geen appel. Geweldig, hij is lekker. Oeh. Oké, eens zien. Voedsel. Jee, appel. Oké, goed. Nou, even een golden apple maken. En dit gaat met blocks. Jawel. Dit is de golden apple die ik ga gebruiken voor de witte, denk ik. Dus ja. Eens even kijken. Wat had ik ook weer op mijn zwaard? Oh ja, sharpness. Dat was ook zo. Eens even kijken. Op die andere had ik zelf de sharpness, maar... Oh, sharpness is dit? Sharpness 3. Daar had ik ook sharpness 3, maar dan met fire aspect 2 of zo. Even kijken. Oh god, dan moet ik nog een lijst hebben voor dat stomme ding. Hij is lekker. Is die gold maar even dumpen zo? Oké, nou, kijk, hier hebben we die hele rotzooi, hier sharpness. En, oh ja, by the way, ik moet ook nog eens een keer wat nieuwe diamond armor gaan maken. Maar daar heb ik eerst meer levels voor nodig. Dus misschien moet ik een keer zombie pigments gaan slachten in de nether of zo. I don't know. Eens even kijken. Oh ja, ik moet nog even zo'n item frame maken, hè. Ik vind dit systeem echt zo handig. Je valt er gewoon in en je wordt automatisch, ja, gevangen door die ladder, zeg maar. Of gevangen, dat is niet zo'n woord volgens mij. Who cares? Even kijken. Wat heb ik daarmee vandaag? Ik weet het niet. Dus even zien. Ja. Hier, letter. Oké, okay. Sticks. Sticks. Oh, ik heb sticks in mijn inventory. Dat is helemaal mooi. Zo ging zo'n ding toch, of niet? Ja, dat dacht ik al. Oké, okay, geweldig. Hij is lekker. Ik heb, by the way, ook altijd sticks in mijn inventory. Want wel, je weet maar nooit wanneer je sticks nodig hebt. Voor een nieuw zwaard of voor... weet ik voor wat voor rotzooi allemaal. Oké, wel, waar hangen we de golden apple neer? Even kijken. Wel, daar denk ik. Boom. Dit was zeg maar mijn muur van hele speciale items. Dus ja, eens even kijken. Daar heb ik dus die OP Golden Apple. Ik kan er eventueel wel mijn, ja, chain boots en zo allemaal bij doen. Maar nou ja, dat zien we later allemaal wel. Wat had ik nog voor dingen? Even kijken. Farquaad Affinity, Flame One, Fire Respect. Fire Respect boekje, dat is handig. Even kijken naar. En veel. Hoeveel? 9. Are you kidding me? Moet ik eerst nog zo'n dier slachten? Goed, nou eens even kijken. Wie was jij? Jij was Cody. Ja, oké, okay, Cody. Deur open doen. Oké, eens even kijken. Wat voor difficulty? Oké, normal. Even checken. Kijk, hier had ik ja, origineel de Schorpie. Woonplaats dingetje gemaakt. Alleen hier ga ik dus nu mijn katten doen, denk ik. Eens even kijken. Halen we eerst het bot maar af zo. En wat zit nog in de kist? Ja, ga jij maar even zetten zo. Zit niks meer in de kist? Oké, nou eens even zien. We hebben iets met wol nodig. We hebben wat iron nodig voor de drinkbakken. Dus ja, dan gaan we eerst maar wol halen, denk ik. Even kijken. Rode wol, oranje wol en blauwe wol voor snoes. Ja, blauwe wol voor snoes. Prima. Oké, dan. Moet ik wel eens even kijken of ik... Heb ik überhaupt... Oh ja, lapis lazuli, hè. Dus even kijken. Moet ik even lapis lazuli gaan halen. Waar zit lapis lazuli nou weer? Oké, hier. Zo doen we gewoon één blokje. Goed, oké. Nou moet ik... Even kijken. Rode en oranje wol. Oh, ik heb nog wel wat dyes in de kelder liggen volgens mij. Dus even zien. Voedsel... Nee, planten. Daar staat het in. Ja, oké. Okay. Ik doe gewoon één zo'n wolding, daar kunnen ze dan op zitten, zeg maar.
Even kijken, dan heb ik nog wat eieren nodig. Verder heb ik ook weer boven liggen. Echt, ik zou gewoon in principe alles wel in één opslag willen hebben. Alleen, ik vind dit zeg maar toch wel weer wat hebben zeg maar. Dat hier gewoon speciale dingen liggen. En dat hier zeg maar alle ores en boeiende shizzle is. Even kijken, zo oké. Okay. Dan moet ik nog weer een keer naar de kelder voor buckets. Mijn god, ik word er hongerig van. Om nom 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 om nom 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 nom. Oké, by the way, jongens, ik ga ook werken aan de nether aan de volgende episode, denk ik. Of in de volgende episode, ik moet even kijken. Ik moet eerst nog even mijn Tower of Power afmaken. Maar ik wil eerst even iets voor mijn honden maken. Want dat de honden in ieder geval een plek hebben om te wonen. Heb ik nog wol eigenlijk? Nee. Oh, wacht. Ja, die heb ik. Ja, geef dat maar hier. Nee, niet dat ding. Even kijken. Wol. Halleluja. Ik hoef dus niet naar boven. Oké. Okay. Eens even kijken. Yellow. Waarom heb ik yellow? Ik moet rood hebben. Nou, fuck dat. Zo. Kan dit hier weer in? Fijn. Even kijken. Goed. Nou moet ik weer naar het plantending. Rood. Oké. Okay. Oké. Okay, zo. Hupsakee. Hup. Oh, nee, ik wil light. Hoe maak ik light blue? Zo? Is dit? Nee, dat is purple. Hoe maak ik nou weer licht rood? Of licht blauw of iets in die trend? Met dit? Echt, ik ben echt totaal geen dye master in Minecraft. Echt gewoon niet normaal. Dan doen we dit en dan purple dye. Ik vind het helemaal prima. En dan krijg ik niks. Nou, lekker dan. Ja, dat moet snoes daar maar op slapen, denk ik. Oké, fijn. Het zal wel. Even kijken, dat kan hier weer in. Dan hebben we al die die troep. Even kijken, dat dumpen we. Dus dat dumpen we hier wel in. Oké, dan hebben we hier de wol. Zo. Vijf snoes, Cody. Of vijf. I don't know. Oh, wol heb ik niet meer nodig. Dat kan daarin. Dan moet ik even wat van die dingen maken. Zo. Drinkbakjes, zeg maar. Even kijken. Nou, dat had eigenlijk wel ingemogen. Oh ja, by the way, jongens. Ik weet niet of ik dit jullie al een keer had laten zien. Maar mijn oven is weg. Ik weet het, super falend. Maar op een of andere rare reden is. Sinds ik die More Creatures mod eruit heb gehaald, is mijn hele ding weg. Dus het zal allemaal wel, moet ik nog een keer uitgraven. Goed, dus even kijken. Nou, Cauldron verspild. En nee, die zal ik vast wel. Oh, die heb ik nodig in de Tower of Power. Nou, dat is dan in ieder geval iets. Even kijken. Wat heb ik nog meer nodig? Oh ja. Heb ik nog klei? Klei. Heb ik nog klei ergens hier? Ik wil zo'n bloempot als etensbakje doen. Even kijken. Heb ik helemaal geen meer. Wat is dit nou? Ga me nou niet vertellen dat ik helemaal geen. Wauw, ik heb helemaal geen klei meer. Ik zal waarschijnlijk wel klei hebben, maar ik heb geen idee waar. Dus dan moet ik nog een klei gaan graven ook nog. Oké, wel, GG. Ah, kijk, hier is klei. Fine, so I'll take that. Het ziet er ook niet uit, hè. Dit lijkt beter, denk ik. Ja, oké. Graven dacht. Er groeit zelfs al mos in de oceaan. What the fuck, Minecraft? Are you joking? Oh, nee. Oh ja, by the way, jongens. Ik ga vandaag ook livestreamen met Jordi. Dus houd het kanaal van Jordi even in de gaten. Dit is een gaming kanaal, want wel, daar gaan we op streamen. Dus even kijken. Ik denk dat we op de nieuwe server gaan streamen van Jordi. Even kijken. Ik had hier nog stone in zitten. Wauw, hoe moet ik daar nou mee? Nou, oké. Ik kan in ieder geval al een beetje hiermee aan de gang gaan. Oh ja, hier moet nog een cake in of zo. Of een pumpkin pie. Moet ik ook maar eens een keer gaan doen. Echt gewoon. Ik heb nog 101 dingen. Op de to-do-lijst staan. Even kijken. Je kan. Ja, die wil zitten. En dan kan. Vives daar. En dan doen we snoes daar. Oké, prima. Nou, dan moeten we nog even een drinkplek maken voor ze. Even kijken. Dan doen we daar cauldron in. Even een bucket halen. Met water. Even kijken. Ik weet het, het stelt niet veel voor. Maar het is best nog wel geinig. Even kijken. Zo. En dan komt daar zo'n. Bloembak, denk ik, of een paar bloempotten, ik weet niet. En dat doen we dan als etensbakjes, zeg maar. Oké. Kom op. Ik moet twee hebben: één voor Snoes en één voor Gizmo. Of één voor Snoes en één voor Gizmo, één voor Snoes en de honden, Fives en Cody. Oké. Fine. God, wat nou het donker, wat is dit nou? Even
Kijk, Fives, Cody. Of Cody of Fives, I don't know. Nou moet ik nog één ding voor snoes hebben. Moeten we ook maar een keer Gizmo erbij gaan halen, denk ik, of niet? Huppakee, schiet op met koken, jij stonding. En dan moet ik ook nog even één level scoren, want dan kan ik Fire Aspect op mijn zwaardje doen. Dat is ook wel cool. Dan heb ik twee zwaarden met Fire Aspect. En als ik die dan samenvoeg, dan krijg ik OP, de OP zwaard. Even kijken. Dermit. Of krijg ik dan een OP zwaard? Nee, jij blijft zitten. De piste pakketse reed weer bovenop de kist natuurlijk. Even kijken. Snoes. Oké. Okay. Nou, prima jongens. Hup, in een nieuwe huis. Hup, 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 hup. Oh, wat is er nou dan? Stom hondenbeest ook altijd met dat gejank. Hups, hups, hups. Ja, dit is je nieuwe plekje, snoes. Kijk, daar mag jij lekker op zitten. Katten dingen doen. Dat gaat hem ook niet worden. Eggs erbij. Niet snoes slaan. Oké, okay, snoes, die zit daar wel goed. Oké. Okay. Boom, oké. Okay. Nou, nu moet ik jullie twee dombo's nog naar binnen doen. Echt, Minecraft is ook zo realistisch. Je moet een hond duwen. Echt, serieus. Dan krijg je een echte wereld die voor elkaar, denk ik. Maar Ronald, Minecraft is toch echt? Ja, natuurlijk. Even kijken. Nee, niet op je eetbak gaan zitten. Oké, okay, zo. Fives, ik moet dit pad ook nog door gaan trekken daar naartoe. Nou, dat moet ik ook maar eens een keer doen, denk ik. Dat gaan we in de volgende episode eerst maar eens doen, dat pad regelen. Want gaan we hier boom planten. We gaan eerst tuinieren in de volgende episode. Want echt, het is gewoon een dooie boel hier. Zo, zo. Ik wil jullie eerst naar binnen hebben. Daarheen. Jij lelijk. Oké. Okay. De beestjes even doodmaken hierachter. Oh ja. Oké. Okay. Dat is mooi. Level 9. Zo. Ik ga hier ook nog eens een keer wat van die lampen doen. Met glowstone of zoiets. En ik wil dit ook een keer gaan verlichten met redstone lamps of zo. Dat lijkt me ook wel wat. Met daylight sensors of zo. Ik heb wel geen idee hoe die dingen werken. Maar het lijkt me wel leuk om dat te doen. Met, dat ik gewoon één oplaadpunt heb, zeg maar. Ergens heel ver in die bergen. En dat het dat s'nachts zo dat het hele pad zo verlicht was, zeg maar. Dat lijkt mij wel, wel leuk. Alleen dat gaat heel veel redstone kosten. Maar ik heb veel redstone, 5 stacks of zo. Nou, nee, 50 stacks. Wat wou ik ook alweer doen? Oh ja, eerst de deur dicht doen. Zo, dan gaan we zo slapen. Even kijken. Fire aspect boek ding. Oké, okay. Nee, dat moet anders. Oké, okay. Ja. Oké, okay, nou ga ik even naar boven. En dan ga ik eerst even meloen eten. Zo. Oké okay dan. Nou, nou moeten we even hier. Dat, nee, waar is dat ding? Oh ja, dat is hier, hè. Even kijken. Ja, deze. Dan ga ik eens kijken. Of ik dan sharpness 6 of zo. En dan fire aspect 4 op dat ding kan krijgen. Oeh. Ja, fire aspect 2 blijft wel hetzelfde. Maar. Wat is dat nou? Holy shit, dat is duur. Dat gaan we niet doen, denk ik. Dit mee, dit mee, dit mee, dit mee. Ik zei. Dit mee. Dit kan ook wel meer. Dat hebben we voorlopig nog niet nodig. Maar ik wil wel even mijn diamond chestplate inlijsten. Dus ja. En ik ga niet weer helemaal naar de kelder voor één zo'n poepding. Even kijken zo. Ik wou wel zeggen, ik heb hem dan meegenomen. Maar dat heb ik. Oké. Okay, zo. Die. Daar. Boom. Hatschiek idee. Oké. Okay, nee. Hup. 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 Zo. Oké. Okay. Goed. Ja. Nog wat iron armor hier. Dat moet naar de kelder. Maar daar ben ik te lui voor. Oké. Okay, zo. Goed. Wel. Dit maar opruimen dan. Lapis lazuli. Ja, daar. Kijk, zoveel redstone heb ik. Dit is echt niet normaal. Er zijn echt wel 20 stacks of zo. Even kijken. Dit is junk. Iron. Like a lion. Even kijken. Dit. Dat moet voor dat ding van snoes. Dit daar even in doen. Die zomaar pringhex. Ja, ja, ja. Oké, okay, dat kan allemaal. Prima. Slapen doen. Oké. Okay. Ga ik nog wat extra rotzooi regelen zo meteen. En dan sluiten we die episode maar eens af, denk ik. Oké dan, als jullie nog ideeën hebben wat voor speciale dingen ik hier moet ophangen, dan laat het even achter in de comments. Want nou, hier komen allemaal speciale dingen te hangen natuurlijk. Oké. Okay. Naar de kelder. Trip, 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 trip. Oké. Okay. Nou, bot.
pot. Dan hebben we wood. Hebben we wood? Ja, we hebben een sign. Oké. Sign. Dirt. Yo. Zand. Wacht. Steen. Zo, steen. En dan nog wat emmers. Kan daar ook wel in. Dit hier, prima. Goed. Nou, dan moeten we eens even gaan kijken, want... ik ga dat... Ach, fuck it. Ik ga dat pad nog wel even doen. Ik maak alleen het pad even. En dan gaan we in de volgende episode gaan we alles tuinieren. En shit, even kijken. Zo. Neem ik alvast wat rotzooi mee. Even kijken. Wat hebben we allemaal nodig om te gaan tuinieren? Saplings. Saplings. Ik wil een soort vijver gaan maken. Bloemetjes. Gras. En ja, that's it. Oh, wacht. Een leuke pompoen erbij. Dat kan ook geen kwaad, denk ik. Ik kom zo op af van die jack-o'-lanterns. Oké, zo. Herp de derp. Oké, goed. Nou, oh wacht. Ik moest dat saai nog ophangen. Nou ja, fuck dat. Goed. Nou, kun je in ieder geval mijn design van mijn pad gaan bewonderen. Oh, dat zijn steps. Dat was ook zo. Kijk, dat doe je gewoon heel simpel zo. Is echt geen rocket science of zo. Als jullie dat soms denken. Het is heel, normaal eigenlijk. Maken we dit gewoon 3 breed. Dat het kan. Oké. Misschien ga ik nog wel iets met wooden slabs eromheen doen of zo. Dat weet ik niet. Moet ik eens kijken. Oké, dan. Even die dirt meenemen. Dirt is heel belangrijk. Hier zit, by the way, ook een cave system onder mijn huis. Dat heb ik jullie al een keer eerder verteld. Maar dat wil ik nog een keer gaan exploren. Want nou ja, als ik geen gold en zo meer heb voor shit. Of mijn iron opraakt. Dan moet ik dat even gaan doen. Oké. Oh, cobblestone. Kom maar, zo. Nee, je stom slap ding. Nou, kijk, ik heb precies genoeg, lol. Nee, kom eten kort. Damn it. Is lekker. Dus niet. Oké, dit ziet er een beetje goofy uit. Even kijken, zo. Dit lijkt beter, denk ik. Ja, sure. Wacht, dan maken we dit. Ook nog even zo. Waarom ziet dit er allemaal zo goofy uit? Ugh. Het is gewoon lelijk. Why you do this? Why you do this, onkel Lolen? Even kijken. Zo, oké. Nou, dit is... dit lijkt wel ergens op dan, denk ik. Zo, dan loop je zo en dan... Wordt het hier gewoon weer smaller zo. Oké, ja, dit is prima. Nou, oké, jongens, weet je wat? Ik ga het hierbij laten voor vandaag. Is even kijken, ja zo. Jongens, laat even een like achter. Dat waardeer ik heel erg. Als ik genoeg likes krijg, dan komt de volgende ronde van Minecraft zo snel mogelijk. Maar goed, jongens, tot volgende keer. Bedankt voor het kijken. Nou ja, dat was by the way mijn honderd ding dus. Dat laat ik nog wel even zien. Zo, oké, mooi. Maar goed, bedankt voor het kijken allemaal. Abonneer, like, favorite, comment en subscribe of zo. En wel volg me ook even op Twitter, @shadowgames23. En dan, zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.